Rijnsburgse Boys, de nummer 5, thuis tegen de nummer 6, GVVV. En de nummer 6 komt op voorsprong. Mark de Jong maakt de enige van de vele kansen van GVVV in de eerste helft. En dus een verdiende voorsprong halverwege voor de Veenendalers. Na rust is dit de 1-1. Joël Tillema kopt hem fraai binnen. En zo beide ploegen weer op gelijke hoogte. Bijzondere wedstrijd voor Nick Oosterlee. Coach van GVVV, trainde jarenlang hier Rijnsburgse Boys. En hij doet zijn oude ploeg pijn. Via Jeremy de Graaf wordt het 1-2. Dat is wel verrassend, want GVVV bezig aan een groot verval. Pakte slechts 1 punt uit de laatste 6 wedstrijden. Terwijl Rijnsburgse Boys wel aardig bezig is, ook in deze wedstrijd. Want het komt hier op 2-2. Jeffrey Jongenelen maakt hem. En zo andermaal Rijnsburgse Boys langs zij. Het is een boeiende wedstrijd met kansen over en weer. En in de slotfase de grootste uiteindelijk voor GVVV. Ajax heeft hem voor het intikken, maar doet dat niet. En dus niet net als in de heenwedstrijd. GVVV in de slotfase langs Rijnsburgse Boys. Sterker nog, de rollen zijn compleet omgedraaid. Mikey Perami in de tegenaanval. Krijgt hij de bal voor zijn voeten en zorgt voor de 3-2 voor Rijnsburgse Boys. De beste debutant dit jaar in de tweede divisie. Sluit het seizoen met 3 punten. En Jeffrey Jongenelen wordt gekroond tot speler van het jaar. Hij is van glas, maar ze noemen het de Gouden Ui. Die is voor hem.